Arthur Parisius, a.k.a. Kid Dynamite. Geboren in 1911 in Suriname Paramaribo. In 1928 maakte hij de oversteek als verstekeling op de boot Cotica van Paramaribo naar Rotterdam, om zich in Nederland verder te ontwikkelen in de jazzmuziek. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was jazzmuziek streng verboden, maar in Rotterdam was er nog wel een plekje waar jazzmuziek wel werd geoorloofd. Die plek was Katendrecht. Hier trad Kid Dynamite regelmatig op en introduceerde hier de jazzmuziek aan Nederland. Op 52-jarige leeftijd kwam hij helaas om door een auto-ongeluk.